Het Chinees nieuwjaar symboliseert niet alleen het ontwaken van de natuur en het begin van de lente, maar draagt ook de eeuwenoude traditie van familie en saamhorigheid met zich mee. Dit zei de Chinese ambassadeur Han Ying afgelopen zaterdag tijdens de viering van het Chinese nieuwjaar. 2024 is volgens de Chinese astrologische kalender het jaar van de draak. Bij het Spring Cultural Festival 2024, georganiseerd door de Chinese United Association, SCUA, in samenwerking met de ambassade van de Volksrepubliek China, was er vanaf de ochtend een tempelfeer op het terrein van de Anthony Nesty Sporthal. In de vooravond begon de culturele show. Tijdens het officieel gedeelte haalde de Chinese ambassadeur Ying aan dat het Chinees nieuwjaar de wijsheid van de Chinese cultuur belichaamt. Het Chinees nieuwjaar wordt al meer dan 10.000 jaar gevierd. Het Chinees nieuwjaar behoort niet alleen tot China, maar ook tot de wereld. Het wordt wereldwijd geliefd vanwege zijn unieke culturele charme. Onlangs heeft de 78e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties unaniem een resolutie aangenomen waarin het Chinees nieuwjaar officieel wordt erkend als VN-feestdag. De idealen van harmonie, samenwerking en vreedzaam samenleven die het Chinees nieuwjaar belichaamt, worden steeds meer erkend en gedeeld door landen en volkeren over de hele wereld. Suriname is het eerste land op het westelijk halfrond dat het Chinese nieuwjaar heeft uitgeroepen tot wettelijke feestdag. Dit jaar markeert het 10e jubileum van het Chinese nieuwjaar als wettelijk feestdag in Suriname. De Chinese traditionele cultuur, vertegenwoordigd door het Chinese nieuwjaar, is een belangrijke brug tussen China en Suriname en hun volkeren. President Chandrika Prasad Santokhi zei dat het jaar van de draak op het juiste moment komt voor Suriname, gezien het land met kracht en moed uit de financiële crisis is en de economische hervormingen achter de rug zijn. Het staatshoofd benadrukt dat de draak bijzondere kenmerken heeft, wat te vergelijken is met wat het land de afgelopen periode heeft doorgemaakt. En dat is namelijk dat wij in de draak het symbool zien van kracht, moed, vooruitgang en welvaart voor iedereen. En de energie van de draak hebben we ook nodig om als natie gezamenlijk vooruit te gaan. En gelukkig zien we in Suriname onze Chinese gemeenschap, onze Chinese broeders en zusters, letterlijk als broeders en zusters samenleven met de overige etnische groepen in Suriname. Ik ben heel erg blij dat ik in Suriname 华人弟兄姐妹们是真的像弟兄姐妹们一样，和别的族群、族裔共同的相处。En samen vormen ze met alle andere bevolkingsgroepen de broemtjejari die wij graag willen in dit land. Volgens het staatshoofd hebben de Chinezen in de afgelopen 170 jaar een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Suriname. De Chinese gemeenschap heeft haar cultuur, traditie en alles wat uit China is meegenomen, goed bewaard. Op basis hiervan kan er volgens president Santokhi gesteld worden dat we in Suriname ook een China hebben.